Hi, hier is Paul weer. Welkom bij DCA Dinsdag, de mooiste dag van de week. Ik heb mijn dingen weer gedaan. Ik heb aandelen van ASR gekocht. Voor de zoveelste keer, dat doe ik heel vaak, maar ook vandaag wil ik het gewoon weer laten zien. En daarnaast heeft mijn geldboom, mijn dividendportfolio, een nieuwe mijlpaal doorbroken. Qua portfoliowaarde ben ik over de 50.000 euro heen. Dat is toch wel leuk om te vermelden, daar wil ik het kort over hebben. Verder heb ik een vriendenweekendje gehad. En ik merk wel dat ik iets ouder begin te worden. Ik ben ook geen 18 meer. Ik heb iets meer hersteltijd nodig. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik ben een klein beetje verkouden. Misschien kan je het horen, maar dan weet je waardoor het komt. Verder gaat het gewoon goed met mij en wil ik deze video gewoon weer maken op deze jaar dinsdag. Ik laat altijd zien of ik dividend heb ontvangen in de afgelopen week. Nou, dat is het geval. Ik heb dividend gekregen vanuit de JGPI-ETF. 7,50 euro aan netto dividend. Elke maand komt hier dividendinkomen uit. En elke maand investeer ik mijn YouTube-inkomen in deze ETF. Dus ik krijg continu meer aandelen en iedere maand krijg ik eigenlijk meer netto-dividend vanuit deze positie. Dat is leuk om te groeien dankzij mijn YouTube-kanaal. Verder dividend gekregen van Altria, een zogenaamde Dividend King. Ieder kwartaal keert Altria dividend uit. Dus om de 3 maanden krijg ik dit aan dividend per aandeel. Na 4 kwartalen, na 1 jaar, verhoogt Altria zijn dividend per aandeel. Dat doen ze al meer dan 50 jaar op rij. Dus ik krijg altijd meer dividendinkomen vanuit mijn positie van Altria. En dan is het natuurlijk leuk als je dat dividendinkomen gaat herinvesteren in nog meer aandelen binnen jouw portfolio, zodat je de volgende keer nog meer dividendinkomen mag verwachten. En zo groeit jouw cashflow, jouw dividend sneeuwbal over tijd. Ik ga dit dividend niet herinvesteren in nog meer aandelen van Altria. Kan ik ook laten zien met mijn doelenpagina. Altria is tabak, het is Marlboro. Het is een beetje onzeker hoe lang tabak nog blijft bestaan en of Altria een transitie kan doen in non-smokable producten. Dat vertrouwen heb ik niet heel erg. Ik ben blij met mijn positie in Altria, maar ik heb niet de ambitie om deze positie te gaan vergroten. Vandaar dat ik het dividend wat ik krijg van Altria niet ga herinvesteren in nog meer Altria. Ik ga dat wel herinvesteren in andere aandelen binnen mijn portfolio. En ik heb gisteren gekozen om dat dividend van Altria te gebruiken om 1 aandeel van ASR bij te kopen. Nou, daar ben ik weer blij mee. Ik vind ASR wel heel mooi. ASR wil ik nog wel groter maken. Dat kunnen jullie heel vaak zien in mijn YouTube-video's op mijn YouTube-kanaal. Ik kon er ongeveer 1 aandeel van kopen. En dat is natuurlijk leuk aan investeren. Het dividend van Altria, daar heb ik zelf niks voor hoeven doen. Dat heb ik gewoon gekregen. Daar kan ik weer 1 aandeel van kopen. Dit aandeel van ASR gaat mij ook weer dividendinkomen opleveren. En zo groeit mijn dividend sneeuwbal continu. Ik verzamel steeds meer aandelen. Kan ik steeds meer dividenden verwachten. Van die dividenden kan ik nog meer aandelen kopen. Krijg ik nog meer dividend. Nou, dat cirkeltje blijf je herhalen en herhalen. Net zolang totdat je kan leven van je dividend. Vandaar altijd dividend herinvesteren. En verder doe ik natuurlijk aan deze jaar. Elke dinsdag wil ik 250 euro vanuit mezelf investeren in de markt. Ik heb mijn koersen waaronder ik mijn aandelen heel graag wil kopen. En eigenlijk staat alleen ASR onder mijn koersdoel. Dan is het een beetje saai. Dan is het weer ASR voor deze video. Maar ik blijf het gewoon kopen. Ik vind het een prachtige koop onder de 45 euro. En zolang ik mijn doel met ASR niet heb gehaald, blijf ik het ook gewoon kopen. Ook al is het ook mijn grootste positie op dit moment binnen mijn portfolio. Dan heb ik ASR gewoon weer gekocht. Dit is mijn screenshot bij Bux van mijn kooporder van ASR. Ik heb weer 250 euro vanuit mezelf geïnvesteerd. Onder de 45 euro per aandeel. Daar kon ik 5,652525 aandelen van kopen. Ik had gisteren ook al een aandeeltje gekocht van ASR. Dus in totaal heb ik 6,65 aandelen van ASR gekocht. Als ik dat vermenigvuldig met het verwachte dividend per aandeel per jaar van ASR, dan weet ik dat ik dankzij mijn aankopen een extra dividendinkomen per jaar mag verwachten van 19,76 euro. Dat is lekker veel dividend erbij op mijn investeringen. Passief inkomen, hoe je het maar wil noemen, cashflows. En ik heb in totaal nu 194 aandelen van ASR. En dan weet ik dat ik 576,47 euro per jaar aan groeiend dividendinkomen mag verwachten vanuit mijn positie van ASR. Dan ga ik eigenlijk als de brandweer met ASR. Maar ik ben nog niet bij mijn doel. Hier staat mijn doel. Ik wil uiteindelijk zoveel aandelen hebben van ASR dat ik er 700 euro aan dividend per jaar van mag verwachten. Daar ben ik nog niet, dus ik moet nog meer aandelen opsparen van ASR. Als ASR zijn dividend per aandeel continu laat groeien, dan ga ik echt een keer bij mijn doel komen. Dan zie ik dat als 7 vrije dagen per jaar voor de rest van mijn leven. 1 vrije week per jaar wil ik krijgen vanuit mijn positie van ASR. Ik heb daar vandaag weer een stapje in gemaakt. Verder heb ik nu ongeveer 2 jaar een YouTube-account. Ik denk dat ik het al 1,5 jaar heb over ASR. Dat ik al 1,5 jaar deze jaar dinsdagen doe met ASR. Dus ik heb er al zoveel over verteld. Ik weet nooit zo goed wat ik er verder nog over moet vertellen. Maar de dividendstatistiekjes, nogmaals, de dividend yield, de dividend rendement, is nu 6,7%. Dividend yield is altijd dit.
2,97. Het verwachte dividendinkomen per jaar per aandeel delen door je koopprijs, delen door 44,55 in dit geval. Dan kom je op 6,7%. Dat is het dividend waarmee ik nu begin, het dividendrendement waarmee ik nu begin. Dat dividend gaat groeien met 5 tot 10% per jaar tot en met 2026. Verder lijkt het dividend ook nog eens heel veilig. Payout ratio op basis van de kapitaalgeneratie, daar moet je altijd op letten bij verzekeraars, is rond de 60%. Solvency ratio, credit rating, het is oké. En de komende jaren gaat ASR zijn solvabiliteit waarschijnlijk verhogen. Gaat het dividend zelfs veiliger worden. Dus je hebt een hoog dividend yield, een sterke dividendgroei en een sterke dividendveiligheid. Dat is een prachtige combinatie. Daarom ben ik fan van ASR. Blijf ik het heel graag bijkopen over tijd. Je weet ook precies wat je gaat krijgen vanuit ASR zelf. De directe returns vanuit de investeringen die je doet in dat bedrijf. Met dividenden en met share buybacks. Dat heeft ASR gewoon bekendgemaakt in hun Capital Markets Day een paar maanden geleden. Heb ik ook uitgebreid besproken. Maar zoals ik ook al zei, het gaat altijd om de kapitaalgeneratie bij verzekeraars. Zowel bij ASR als bij NN Group. En ASR weet precies of ze hebben hun doelen, wat ze willen bereiken in de komende 2,5, 3 jaar. Dit is een screenshot van hun presentatie. Ze willen hun kapitaalgeneratie, dat noemen ze OCC, Organic Capital Creation, laten groeien naar 1,35 biljoen miljard over fiscal year 2026. En als ze dat gaan halen, dan gaat hun kapitaalgeneratie groeien jaar over jaar tot en met 2026 met meer dan 10% per jaar. Dat is hele sterke groei aan kapitaalgeneratie. De koers van ASR blijft een beetje achter dit jaar, dat blijft een beetje vlak. Maar de kapitaalgeneratie groeit heel sterk. Daar komen jouw returns vandaan als aandeelhouder. Vanuit de kapitaalgeneratie betalen ze hun dividenden. Kunnen ze hun dividenden laten groeien? Doen ze aan share buybacks? Kunnen ze herinvesteren in hun bedrijf? Kunnen ze overnames doen, zodat ze ook de kapitaalgeneratie in de toekomst kunnen laten groeien? En jou nog meer dividenden kunnen uitkeren in de toekomst? Dus kapitaalgeneratie is eigenlijk alles. Dat gaat bij ASR groeien met 10% per jaar of meer voor de komende jaren tot en met 2026. Dan kun je dus ook een dividendgroei verwachten, zoals ASR zelf aangeeft, van ja, rond de 5 tot 10% per jaar. Dat moet makkelijk kunnen. De solvabiliteit zal omhoog gaan, dus het dividend wordt eigenlijk ook nog eens veiliger over tijd. Dat is tenminste wat ik ervan verwacht. Verder moet je altijd je eigen overtuiging hebben in ASR. ASR of andere bedrijven kunnen wel een guidance, een verwachting, een doel aangeven. Jij moet daar natuurlijk zelf vertrouwen in hebben. Nou, ik heb dat vertrouwen. ASR geeft ook aan tijdens de Capital Markets Day hoe ze kapitaal willen teruggeven aan hun aandeelhouders. Dat is dit, progressive dividend. Mid to high single digit growth until 2026. Nou ja, daar komt dit vandaan bij mij. Mooie, sterke dividendgroei. En ze gaan share buybacks doen, 125 miljoen over fiscal year 2025. En dat komt dan pas in 2025. Fiscal year 2024 is nu nog aan het lopen. Het is nu 2024. In februari 2025 komt ASR met de jaarcijfers. Dan weten ze exact hoe ze hebben gepresteerd over 2024. En als ze presteren zoals verwacht, gaan ze 125 miljoen aan buybacks doen, eigen aandelen inkopen. Maar dat gaat dan gebeuren na februari 2025. En ook voor de jaren daarna laten ze zien wat ze willen doen met hun share buybacks. Nou ja, dan weet je wat je gaat terugkrijgen als aandeelhouder. Verder, het dividend van ASR groeit prachtig over tijd. Je krijgt continu meer inkomen vanuit je aandelen. En verder, als ik altijd ga praten over ASR of over NN, dan krijg ik mensen die beginnen over mijn spreiding. ASR is de grootste positie in mijn portfolio. Jullie kunnen mijn portfolio altijd inzien op GetQuinn. Het staat altijd in de beschrijving van iedere video hoe je dat kan doen. Iedereen kan mijn portfolio gratis volgen. Dan kan je mijn portfolio precies inzien. Je kan mijn dividenden zien over tijd, hoe dat groeit over tijd. Je kan het ook voor jezelf gebruiken natuurlijk. Maar dan kan je zien dat ASR al mijn grootste positie is. Ook NN is een hele grote positie in mijn portfolio. Dan zou je kunnen zeggen dat de verzekeraars samen een te grote weging hebben in mijn portfolio. Ik leg dat heel vaak uit. Ik wil er ook nog een aparte video over maken, over spreiding en hoe ik erover ben gaan denken over tijd. Toen ik begon met investeren, dacht ik eigenlijk anders over spreiding dan dat ik nu aan het denken ben over spreiding. Dat wil ik een keer delen in een aparte video, dus dat kunnen jullie verwachten deze week of misschien volgende week. Verder, ja, wat ik al zei aan het begin van deze video, ik ben over de 50.000 euro heen aan portfoliowaarde. Dat vind ik ontzettend gaaf. Een halve ton, daar ben ik wel een beetje naar aan het uitkijken, naar mijn ton. Verder gaat het niet zozeer om de portfoliowaarde, dat schommelt continu heen en weer. Het gaat mij wel om de cashflows, de dividenden die ik mag verwachten vanuit mijn aandelen. Nou, dat groeit prachtig over tijd. Ik weet wat ik ga krijgen, ook in 2025. En hiervoor investeer ik echt. Dit moet stabiel zijn. De portfoliowaarde zal schommelen over tijd.
Toch is het een leuk hoogtepunt. En ik heb altijd dit doel in gedachten. Dat komt ook een beetje vanuit Charlie Munger. Jullie zullen hem kennen. Ik wil naar de 100.000 gaan. Ik ben nu halverwege. En als je de 100.000 hebt gehaald. En ook als je de 50.000 hebt gehaald. Dan merk je wel dat steeds meer geld voor jou aan het werken is. Dat steeds meer geld jou helpt eigenlijk. En dat jouw portfolio, jouw dividenden steeds sneller groeien. Omdat je gewoon grotere getallen aan het maken bent. Nou, dat vind ik gaaf. En verder wil ik ook nog deze les kort meegeven. Ik ben een keer begonnen, dat was ongeveer 3 jaar geleden. Je hebt altijd de thinker en de doer. Ik ben gewoon begonnen zonder alles te weten over investeren. Ik ben ook heel klein begonnen met tientjes aan investeren. Ondertussen ben ik mijn weg gaan vinden. Heb ik ook leergeld moeten betalen. Ik heb lang niet alles goed gedaan. Je kan nu ook zeggen dat mijn portfolio absoluut niet perfect is. Dat vind ik zelf ook. Het kan altijd beter, maar je leert over tijd. En als je ook je lessen, je leergeld, je fouten eigenlijk. Als je die gebruikt om van te leren, dan ga je eigenlijk groeien over tijd. Dan wordt je portfolio helemaal je eigen ding. In het begin vond ik investeren ook spannend. Dat wil ik ook nog een keer zeggen. Op een gegeven moment had ik een portfolio waarde van 1000 euro. Vond ik dat heel veel geld en vond ik het eigenlijk heel erg spannend om 1000 euro geïnvesteerd te hebben. Gewoon omdat ik niet zo goed wist wat ik echt aan het doen was, waar ik op moest letten. Maar over tijd leer je eigenlijk steeds meer en steeds meer. Ik heb nu het gevoel. En misschien is dat slechts een gevoel dat ik steeds beter weet wat ik doe. Ik voel me eigenlijk meer comfortabel met een portfolio waarde van 50.000 euro op dit moment. Omdat ik beter weet wat ik doe, wat ik wil, hoe mijn bedrijven eruit zien, wat ik kan verwachten vanuit mijn bedrijven. Dat toen ik een portfolio had van 1000 euro aan waarde, ik vond 1000 euro spannender om te hebben dan 50.000 euro. Dat is best wel wonderlijk, maar dat komt wel een beetje op deze plaatjes neer. En ik ga er gewoon mee verder, dus dat wou ik ook nog meegeven. Verder ga ik het hierbij laten, ik moet mijn neus snuiten, ik ben verkouden. ASR heb ik vandaag gekocht, deze jaar dinsdag is weer voorbij. Laat altijd weten wat jullie hebben gekocht, dat vind ik altijd leuk om te horen. Voor nu ga ik het hierbij laten, bedankt voor het kijken, tot de volgende video, doeg!